Inmiddels zijn er 6 landen die een speelster met een positieve coronatest naar huis hebben gestuurd op het EK voetbal voor vrouwen. Zo ook Nederland. We deden een groepsknuffel op 2 meter afstand van elkaar en ik denk dat alle teams uit moeten kijken, zei de bondscoach van Oranje. Maar is dat zo? Of moeten we stoppen met testen van gezonde mensen? Huisarts Felix van der Wissel geeft zijn kijk op deze zaak. Felix, ja. Je hebt er al even over gesproken. Ja. Vertel, ja. Nou, wat vind jij van deze zaak? Ja, ik vind het zo zonde, weet je. Die speelsters die hebben zich gewoon voorbereid. Die hebben kwalificaties gespeeld. Ziel en zaligheid erin gestopt. En als we nou het hebben over een dreigende ziekte, maar alleen al omdat die gewoon nu nog steeds op de A-lijst staat van infectieziektes van de WHO. Daarom is het zo dat we nog steeds dit moeten doen. En is de ernst, en zeker voor deze jonge dames, eigenlijk nihil. Ik zei net ook al, van als jij gewoon nauwelijks, of als je geen klachten hebt, dat zei Rutte al, waarvoor zou je dan gaan testen? Mm-hmm. Deze dames die hebben geen klachten, die worden getest. En die blijken dan positief te zijn. Nou, er is net een onderzoek ook verschenen dat de testen eigenlijk erg onbetrouwbaar zijn als je geen klachten hebt. Ja. Dat wisten we al, maar dat is nogmaals een keer bewezen. Ja, en dan stuur je dus mensen zoals Minima naar huis. Ja. En waarvoor? En dan een bondscoach die dan zegt, ja, op 2 meter afstand geknuffeld. We weten in de buitenlucht überhaupt dat er gewoon nauwelijks besmettingsgevaar is. Ja. We hebben het nog steeds, en dan denk ik van Maurice de Hond over zijn aerosolen, waarvan we nu echt weten dat de grootste boosdoener is om je te besmetten. Dat gaat over 8 meter. In de buitenlucht verwaait dat. Dus dan is de concentratie van het aantal virusdeeltjes zo klein. Dat is ook eigenlijk onzin. Dus ja, ik snap niet waarvoor überhaupt een KNVB, maar ook gewoon de UEFA met dit soort dingen bezighoudt. Wat zou zo'n coach dan kunnen doen? Of moeten doen? Ja, die coach is gebonden aan alle regels van de UEFA. En we hebben nu met z'n allen in Europa afgesproken dat dit soort sportfestijnen, of het nou dit soort wedstrijden of andere evenementen is, dat mensen gewoon dan getest worden. Ja, want we testen met de PCR-test nog steeds. We hebben een video over wat dat ook weer precies is, die PCR. In 1983 werd door de Amerikaanse biochemicus Carrie Mullis de Polymerase Chain Reaction Test uitgevonden, oftewel de PCR-test. Nederland maakte in 2020 grotendeels kennis met deze test, nadat de Rijksoverheid besloot de PCR-test te gebruiken als dé standaard methode om het coronavirus op te sporen. Maar de PCR-test is gewoon de gouden standaard. Die is hartstikke betrouwbaar, hartstikke betrouwbaar. Desondanks was en is er nog steeds veel kritiek op de PCR-test. Want hoe zat het ook alweer? Circuleren verhalen waarin gezegd wordt, die PCR-test is niet goed. We moeten natuurlijk eerst even kijken, wat is nou precies een PCR-test? De PCR die toont aan of jij het virus RNA bij je hebt. Dat is letterlijk wat de PCR doet. En of dat virus RNA in een virusdeeltje zit wat nog intact is en ook besmettelijk is, of dat het gewoon restjes RNA zijn die je nog een tijd lang nadat iemand geïnfecteerd is geweest kunt aantonen, dat onderscheid zie je niet. In ons eigen amplificatiecycli, dat lag meestal tussen de 25 en de 30. En daarna zeiden we gewoon, dat is een gebied. Daarna komt een gebied, dat is een grijs gebied en een onbetrouwbaar gebied. Dat betekent, die test is prima om te zeggen, je hebt het gehad. Maar die test is minder geschikt om te zeggen, je hebt op dit moment ben je nog besmettelijk. En met PCR, if you do it well, you can find almost anything in anybody. Felix, hoe kan dat? Met zoveel informatie en kennis nu over die PCR-test. Waarom gebruiken we hem nog? Ja, ik vraag het me ook af. Omdat men een tool in handen wil hebben om te kunnen sturen. En als je die dan in kan zetten, betekent het dat je weer controle hebt. Ik vind dit nog niet helemaal duidelijk uitgelegd. Ik vind het altijd, ik maak er altijd een metafoor van wat een PCR-test is. Je moet eigenlijk je voorstellen als je in een luchtballon zit. Dat was een mooi voorbeeld wat ik ooit gekregen heb. En je wil kijken naar 1 grasspriet op een aarde beneden je. Dan zie je dat grasprietje niet. Dan moet je het een heel aantal keren moet je het vergroten of vermeerderen. En dat noemen we een cyclus. Dus exponentieel ga je het vergroten. 2, 4 en dan wordt het steeds groter. En wat je net ook Peter Borg hoorde zeggen, die zegt, eigenlijk is het alles wat je al met 25 keer ziet of daaronder,
is een betrouwbare test. En alles wat je daarboven ziet aan het aantal vergrotingen is onbetrouwbaar. Nou, en wij werkten gewoon met 30 of 40 zelfs van die cycli. Dus dan betekent dat precies, dan ga je alles meten. En wat meet je? Een stukje RNA. Je weet niet of het van een levend virus is of van een dood virus is. Als iemand dus geen klachten heeft, kan je eigenlijk heel goed een klein stukje dood virus hebben, terwijl je het helemaal niet hebt. Ja, nou, want je hebt het over het virus zelf, maar wat zou je zeggen over het testen van een gezonde samenleving? Een gezonde samenleving moet je gewoon niet testen. Dat het enige is dat we dat in het begin nodig hadden om iets houvast te krijgen. Maar als je nu terugkrijgt naar wat we allemaal weten en je kijkt naar de ernst van dit virus, dan zeg ik, hij moet ten eerste zo snel mogelijk uit die A-categorie verdwijnen. Ten tweede, je moet alleen maar uitzieken en we moeten hygiënisch met elkaar omgaan, zoals je verkouden bent of wat dan ook. Ja, dan hou je eventjes je in en ga je niet bij mensen die kwetsbaar zijn op bezoek. Dat is belangrijk. En voor de rest, ja, blijf gewoon leven en eet gezond, beweeg gezond en zorg dat je lijf goed is en heb geen stress. Hè? Daar hadden we het ook al over. Dus dat is het eigenlijk wat je doet. Nou, het is zonde voor de hele sport. En ja, je hebt nu het plaatje al van de wielrenners. Ja, want we blijven even bij de sport. De Tour de France is op dit moment bezig. Er is een Sloveen aan de leiding. Ja. Hij is al 3 teamgenoten kwijtgeraakt doordat zij positief waren getest en de Tour moesten verlaten. Ja. Nou ja, gezonde mensen. Super sneu. Pogacar is gewoon. Moeten zij elke dag testen dan met die Tour de France? Ja, ik geloof dat ze nu iedere dag moeten testen. Oh my God. En er vallen gewoon mensen af. Nou, en als er ergens een zware sport is, zoals is het wielrennen wel. Ik doe zelf wel ook aan fietsen, niet zoals Flavio, maar het is in ieder geval als ik de Van Toe ben ik wel een aantal keer op gefietst. Als ik dat doe, dan heb ik een enorme inspanning, moet ik dat doen. Dan ben ik heel erg blij en trots op mezelf dat ik dat gedaan heb. Laat staan deze figuren die dan echt iets van meer dan 3000 kilometer doen en over de hoogste bergen en de grote wattages draaien. Als je ziek bent of wat dan ook, hoe wil je dat in hemelsnaam doen als je gewoon echt corona hebt en als die ziekte echt ernstig is voor je systeem? Ja, laten we even kijken naar Bauke Mollema. Die voelde zich niet helemaal lekker, maar er wordt natuurlijk meteen gevraagd naar het coronavirus. Slecht gevoel, waar komt dat vandaan? Ja, dat weet ik niet. Ik had gisteren wat last van mijn keel en net even wat minder energie. Wat felheid missen, zeg maar. En de been ook een stuk minder sinds gisteren dan die dagen daarvoor. Dus ja, hopelijk zet het niet door, laat ik het zo zeggen. Maar ik denk niet heel ernstig. Nee, ja, ik hoop de symptomen die je noemt, ik hoop dat het geen corona is. Nee, dat hoop ik ook niet. Maar als je daar de Tour verder mee kan rijden, dan zegt dat misschien ook wel wat over corona. Hè? Dankjewel, Bauke. Nou, wat hij zei op het eind, een nuchtere Groninger, dat zegt wat over corona. Ja, nou ja, laten we alsjeblieft, en dat is steeds maar de boodschap die ik ook probeer uit te dragen. Alsjeblieft, dit hoort bij de natuur. Wij mensen zijn de natuur. We zijn niet meer, we zijn niet minder, we zijn natuur. En er zijn natuurwetten. En wij staan niet boven die wetten. En alsjeblieft, laten we gewoon luisteren naar de natuur en vertrouwen op die natuur die we zelf zijn. Dat is echt volgens mij wat we moeten doen. En al die gekte die we als mensen elkaar aandoen en elkaar in stress brengen en alle dingen, het maakt het leven echt zo minder fraai. En het is juist wat ik heb gemerkt in die coronatijd, toen mensen wat meer bij elkaar kwamen met dezelfde de ideeën. Ik heb er zoveel vrienden bij gekregen. En daar mogen we veel meer over na gaan denken. En alsjeblieft, gewoon een verkoudheid hoort bij het leven. Viola, ik zie jou ja knikken. Ja, vriendschappen kunnen ook werken voor je immuunsysteem. Een goede vriendschap, een goede knuffel. Ik heb zelfs een meisje die achter mij woonde aan de deur gehad. Had ik iets op Facebook gezet over vaccinaties. En het kind kwam huilend bij mij aan de deur. En ik zei, wat is er aan de hand? Ja, ze, ik ben tegen vaccinaties, maar mijn man heeft het stiekem gedaan. Dat is een ontzettend grote stressfactor in je huwelijk of in je familie. En ik heb alleen maar tegen me gezegd, hij houdt van je en hij wou je niet kwetsen. Hij weet hoe jij erover denkt. Dus eigenlijk kun je het ook zien als een act of love. Ja. Iedereen heeft die vrijheid. Ik val mijn kinderen niet op aan, mijn vrienden niet op aan dat ze gevaccineerd zijn. Maar laat mij mijn vrijheid, laat mij me aansluiten bij de mensen die, waarvan ik vind dat ze gezonder zijn en gezond verstand hebben. En hoe schadelijk is die stress dan? Direct op het lichaam en op het immuunsysteem? Erg schadelijk. Erg schadelijk. Als je kijkt, en we hebben natuurlijk het al een keer eerder hier ook over kwalies gehad, kwalitatieve levensjaren die je verliest. Als je kijkt naar alle psychische stoornissen die mensen hebben gekregen in de hele coronatijd en wat dat heeft teweeggebracht. Bij alle jongeren
die echt stoornis hebben gehad. We hebben hier al wel eerder items aan besteed. Dat is zeer schadelijk. En dat zijn littekens voor het leven. En daarom denk ik, als we nou allemaal wat relaxter naar elkaar zijn... en jij had het over die brief, die brandbrief... over dat er allerlei maatregelen moeten komen. Nee, laat mensen vrij. Kies ervoor met z'n allen vrij te zijn en van mening te verschillen. Want dat maakt een maatschappij heel erg mooi. En heb respect voor elkaar. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. We hebben nogmaals Bauke Mollema in beeld. 1 dag na het vorige videootje. Wat vind je nou eigenlijk van al dat testen hier in de Tour? Is het nog nodig? Ja, als je het aan mij vraagt, weet ik niet of dat nou echt nut heeft. In de gewone samenleving is ook natuurlijk alles open. Er staan hier elke dag 10.000, 100.000 man aan de kant. Ik las ergens dat in Frankrijk geloof ik 800.000 positieve testen waren afgelopen week. Dus ja, het gaat gewoon lekker rond en er worden volgens mij niet heel veel mensen meer ziek van. Dus ja, in de Tour is het nog wel een dingetje, dus ik ben benieuwd of dat goed gaat morgen. Ja. Ja, en dat in een sport waarbij iedereen zo gezond en goed voor zijn lichaam zorgt. Ja, ja, kijk, je hebt wel renners die worden ziek, ook tijdens de Tour, maar die stappen af en die kunnen niet meer verder. Want dat doet hun lichaam. Ja. En dat is de natuur. En wat hij zei, 800.000 mensen getest en wel veel meer. Het gaat niet over de positieve testen. Het gaat erover van, komen mensen in het ziekenhuis, gaan mensen er aan dood. Dat is belangrijk. En dan gaat het ook nog zo, hoeveel plekken in het ziekenhuis zijn er... en wie is ervoor verantwoordelijk dat er zo weinig plekken zijn in het ziekenhuis? Hoe staat het eigenlijk nu met die ziekenhuisopnames? Ik heb niet gekeken naar de index hoeveel het staat... maar ik dacht iets van 500 mensen opgenomen. Maar ja, weet je... Met corona? Met corona. Gerelateerde? Corona gerelateerd. Dan is het met of door. Hè? Dat is natuurlijk altijd weer zo'n semantische discussie die we dan hebben... Maar bij ons zijn we zo bang omdat we zo weinig capaciteit hebben... en we hebben zo slecht gezorgd voor het zorgpersoneel en alles... dat wij ons moeten zorgen maken en dat we zo meteen de hele maatschappij weer gaan gijzelen... omdat de regering zo slecht voor ons gezorgd heeft. Ja, dat is het. We hebben nog een video die we jullie niet willen laten ontbreken. Hij heeft al een aantal keer over het internet is hij getoond... Ik denk dat het in deze discussie heel belangrijk is dat we hem nog een keer laten zien. Rutte, die vertelt over het nut van testen. Ik ben zelf nog nooit getest, maar ik ben er wel eens geweest op werkbezoek. U bent nog nooit getest? Nee. Helemaal niet? Nee. Ook niet bij bijeenkomsten, dat het toch, ook al kon u altijd de 1,5 meter bewaken, was niet verstandig om even een sneltest... Dat kan niet. Een sneltest. Het heeft geen zin om te testen als je geen klachten hebt. Maar ook niet een sneltest... Ik denk dat ik ook met collega's wel spreek... dat je ook wel eens voor een talkshow of wat dan ook even getest wordt. Nee, maar de regel is dat je de PCR-test heeft geen zin als je geen klachten hebt. Felix, het was een klassiekertje. Ja. Moeten we het er weer over hebben? Moeten we weer testen? Wat verwacht jij? Ja, wat verwacht... Ik verwacht dat we het er weer heel veel over gaan hebben. Ik heb eigenlijk... Ik heb op mijn Facebook-account... geef ik meestal stukjes en ben ik kritisch en alle andere dingen. Ik heb de afgelopen maanden dat niet gedaan... omdat ik er gewoon geen aandacht aan wilde besteden. Omdat ik vind dat we gewoon weer naar een normale samenleving moeten gaan. Maar je merkt dat er allerlei weer opmaten zijn naar. En ik hoop zo dat wij met z'n allen, maar ook Nederland, zegt van... jongens, we hebben hier genoeg van. Dit willen we niet meer. We willen niet meer in lockdown zitten waarvan bewezen is dat ze meer schade berokkenen. We hebben net die rapporten van het RIVM gehad, 320.000 kwalies. Ik heb een ander rapport gelezen, 520.000 kwalies. Die verloren gaan ten opzichte van de winst van de lockdowns. We weten dat die testen niet goed zijn. Laten we nou alsjeblieft, net zoals dat we vroeger met de griep deden... accepteren dat er mensen die gewoon aan het einde van hun leven zijn... omvallen omdat ze tegen zo'n virus aanlopen. Dat hoort bij de natuur. Ik heb het net al gezegd. En ik vind dat we gewoon echt meer respect mogen hebben voor de natuur. Dat we mensen gewoon ook mogen laten gaan waarvan het leven eindig is. Dat we met de jeugd, maar de hele maatschappij... niet moeten opzadelen met vaccins die ze niet nodig hebben... omdat ze een goed werkend immuunsysteem hebben. En laten we alsjeblieft die farma zoveel mogelijk weghalen. En als er dan medicijnen zijn, zoals ivermectine... Maar ja. Felix... Die brandbrief, die is wel gestuurd vanuit een kritische groep die juist weer aanspoort. En dan ben ik misschien achterdochtig en ik zeg, wie zit erachter?
En welke lobbyisten zitten erachter om toch maar weer zo'n brandbrief naar voren te halen? Ja, ik weet het niet. En ik wil me liever beroepen op feiten. En nu loop ik te speculeren. Maar ik wil daar niet meer naartoe. Ik denk dat we met z'n allen, ook bevolking, net zoals de boeren, allemaal naast elkaar moeten zijn. Jongens, er zijn zoveel dingen die nu niet kloppen. En zo'n regering heeft de langste tijd gehad. Ik moet aan Boris Johnson denken. Ja. En ik vind Rutte steeds meer op Boris Johnson lijken. Dus, nou, dankjewel, Felix.